Nou, gaan we naar een bunker toe. Wat vroeger in de oorlogjaren een ziekenhuis was. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Hi. En, vinden jullie het leuk? Ik wel, geweldig. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag 13 september. En we leven om 13:23. Dus bijna 1:30. Ik ga zo even weer met Rijke uit en daarna gaan jullie gezellig weer mee. Want ja, zoals jullie allicht weten, hebben we een open monumentenweekend, oftewel een open monumentendag van Den Helder. Gisteren is het begonnen, dus we hebben het hele weekend, ja. Gisteren zijn we bij het carillon geweest en nou gaan we naar een bunker toe. Wat vroeger in de oorlogjaren een ziekenhuis was. Ja. Ja, die hadden wij hier in Den Helder. Ja, echt waar. Dus daar gaan wij gezellig met z'n tweeën naartoe. En ja, Rijka kan gewoon niet mee met zulke soort dingen. Nee, dat gaat het hem niet worden. En dan hoop ik dat we net zo'n leuke middag zullen beleven als we het gisteren hadden bij het carillon. En dat er iemand eventjes jullie wilt toespreken over hoe toen alles gebeurde. Ja, dus daar gaan we naartoe. Ik moet enkel even, ja, ik weet ongeveer waar hoor. Ik hoef niet ver te zoeken, ik weet waar het is. Dus, maar het is enkel welke bunker is het? Die is je deal. Maar er zullen wel vlaggen hangen ook, ja. Maar oké, ik ga nu eens lekker met Rijka even lopen. En daarna geef ik gezellig, dus nee. Ze zeggen tot straks. En tot in het ziekenhuis, de bunker. Ja. Dus ik zou zeggen, veel plezier met het kijken naar deze gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik denk, ja, ze zijn allemaal in huis. Ja, hier en daar. Hé? U zeker? Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik hoop dat het nou beter gaat lukken met ook deze 3-in-1 tripod. Het is nu een tripod, omdat die nou staat. Maar ja, het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, we zien elkaar straks weer. Tot dan. Nou, we zijn aanbeland en ook ik moet een trappetje af. Zoals jullie allicht al zien, dus ja. Gaat dat mevrouw? Ik ben wel een vlogster, maar wilt u op de vlog of niet? Nee, liever niet. Ja. Dan moet ik het zo doen. Want ik loop achter de vorige trap af. Ja, dat maakt niet uit, maar daarom vroeg ik of het ging. Dan hoop ik niet dat ik mijn licht ook aan moet doen. Ik doe het op. Ik ben een vlogster. Oh, oké. Okay. Ik op het opstapje? Ja. Ja. Dat moet dus af. En ik had mijn zonnebril nog op. Die zal ik ook even omhoog doen. Ja, want anders dan zie je niks van de bunker. Nou, wil die niet eens. Dan wordt het niks die bunker. Nee, echt daarom. Bunker. Zo, nou. Doeg. 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 Goedemiddag. Hallo. Hi. En, vinden jullie het leuk? Ik wel, geweldig. Mooi allemaal, hè? Ja, allemaal ouderwets doktersgereedschap en operatiegereedschap. Ik noem het maar gereedschap, moet ik het anders? Gereedschap, ja, voor de dokters, de attributen. Ja. Dit was toch zo'n waskaart, of niet? Oh ja, voedingsbonnen. Ik heb nog een oude paspoort van mijn man thuis. Ja? Van het leger dat hij in dienst heeft gezeten. Moet ik hier bukken? Ja, hier heb je allemaal messen uit de Tweede Wereldoorlog met hakenkruis erop. Kijk dan. Schitterend. Ben jij? Ik zal die even aandoen. Ja.
Nou, doe normaal. Zo ja. Ja, dan blijf je op je knie. Oh ja, en dan slaan ze erop. Wat? Ja. Kijk, hier heb je allemaal mesje. Ja. Grote. Ik moet even kijken. Dat andere lampje moet even aan. Kom eens. Ja. Kijk in een kantoortje. Ik denk dat de ziekenzaal was. Ja. Nee, die is hier. Dit is het kantoortje. Ja, klopt. En hier zit een patiënt. Nou. Want. Nou, ik ben er echt serieus. Die heeft het aan zijn hoofd. Een bandje op zijn hoofd. Ben aan het filmen hoor. En dan hebben we hier nog een vitrinekast. Ik weet nog niet echt hoe dat allemaal moet. Postzegels. En dat is een beetje heel erg boel donker. Ik geloof dat ik jullie weer even uitdoe en mijn licht erbij aandoe. Want het is nogal donker hier en ik kan niet bij mijn licht komen. Zo, dan zien we wat meer. En daar is het leeg. Voor de dokter is er geen pop. Papa! Moet weer uitkijken. Enkel de benen staan erop hoor. En als je vindt met het licht te knoeien natuurlijk. Zal je altijd beleven? Nee, dat gaat het niet worden. Groot, hè? Oh, je kijkt. Zoals hij die ogen heeft, die ogen. Die heb ik die best op geleerd. Hè? Ja. Luchtaanval, wacht even, ik ga wel lezen. Luchtaanval van 30 oktober 1940, Sluisdijkstraat. Luchtaanval van 30 oktober 1940, schade veroorzaakt door explosieven. Bommen aan woningen, hoek van Hogendorpstraat, Jonkerstraat. Luchtaanval van 5 november 1943... Ritalto Theater Spoorstraat. 10 mei 1940. Huis Duinen tijdens de oorlog. Luchtaanval van 21 juni 1940. Brandhospitaal gezien vanaf het Dak Zeevaardigschool te Ankerpark. 14 mei 1940, de HRMS, panzerdekschip Hertog Hendrik, liggende bij de zee, Doksluis, kan niet meer weg. Luchtaanval van 30 oktober 1940, Zuidstraat 41. Die is amper te lezen, 8 mei.
1945 bevrijders arriveren voor het huis aan de Kerkgracht. Daar staat geen tekst bij. Neergeschoten Engelse vliegtuig op Texel 1941. Oud Den Helder gesloopt, opname uit 1946. Vliegveld De Kooi 1939, drie fokkers D21. Luchtaanval van 14 mei 1940, oude zeedoksluis Rijkswerf. Vooroorlogse woningvoorraad 98-85. Verwoest of afgebroken kerken 3. Scholen 7. Bijzondere gebouwen 12. Boerderijen 17. Bedrijven woningen 228. Bedrijven 168. Woningen 1727. Totaal verwoest of afgebroken 2162, waarvan woningen 1972. Het is wat het is wat. Nou, dan worden hier ook weer dia's vertoond. Maar dat zie je nou niet omdat er licht brandt. Hier zie je het weer aan deze kant. Nou, ja. Het vroegere werk, hè. Zo dan. Ja, en. Ja. Weet je niet waar ze waren? Daar ben jij dan. Ja, jij bent zuster. Ja, ik wel, ja. Nee. Maar meneer, wat was dit nou eigenlijk dan? Dit was een hospitaal. Oké, want we zien hem staan gasluis. Ja. Worden er ook mensen? Nee, dat was voor de gasnaam voor de koelen. Oh. Had je ook gas, ja, gifgas aanvallen. Ja. Dan hoor je de bunker van de gas. Ja! Kijk dan. Ja. Ja, en waar was die in de sluis dan? Oh, dat is die sluis. Sigaretten, oh godje. Brancard. Lijkt het wel. Ik was dat. Ik heb geen idee, joh. Ja, jij wou er wel, maar zij mag niet of ik moet toestemming krijgen. Wil jij ook even op de vlog van die mevrouw? Kom je op YouTube? Oh, wat jij beroemd. Zeg maar hallo, volgertjes. Hallo, kijkertjes. Mama, die wil wel, hoor. Ja, ik moet mijn licht aan, anders ik niet. Nou, het hoeft niet zo. Nee, hè? Kom, we gaan. Nou, fijne dag, mevrouw. Dankjewel. Nou, we gaan nog de volgende bunkers bekijken. Ja, hij wil ook nog even op. Ik kan enkel. Hij wil heel even op de vlog. Doei. Nou, wij gaan naar de volgende bunkers en veel plezier vandaag. Ik plan in, dus ja, hou gewoon mijn kanaal in de gaten en word abonnee. Dan was het ook weer Corina's Beestenbol. Corina en de Beestenbol. En Corina schrijf je met IE. En wanneer wordt deze vlog uitgezonden? Duurt nog wel even. Ik hou het in de gaten. Ja, oké, doeg. Ook leuk. Dit is het kantoortje.
Oh, godje. En, oh, god, oh, god, oh, god. Oh jee. Oh jee. Oh, heren met dit. Oh jee. Stijl moeten de haren gedaan worden. Ja, schitterend, hè. Maar ja, meneer Flik is nog niet losgegaan. Dus, schitterend. Dus hij is dan op zoek naar een pop die er kan liggen. Of wat scherven. Een manquette. Het is een verhaal zichtbaar maken. Ja. Ik denk als je in de stad bij de winkels vraagt, dat ligt vaak genoeg. Soms wel, ja. Wij hebben, ik ben zelf een masker. Onder het Minhaafkantoor. En wij hebben toen inderdaad twee poppen gehad, twee vrouwelijke poppen. Omdat wij in Fort Rassus hadden. En daar sliepen de patiënten. Ook een cryptoruimte, ook een telefooncentrale. Ja. En de arme dokter en de verpleegkundige, die moesten dan bukken. Bij zo'n bed. Gaan we deze kant op. Maar hier zie je ook die ontbouwing, hè? Met stenen. Zo zag hij eruit vroeger. Stenen eromheen, buurtjes gemaakt. Nou, hier dat weer een, nou ja, ik noem het maar een brancard. Een ziekenhuis. Ja. Hier al werd er gegeten. Ja, dit zijn ook allemaal weer wat ziekenhuis. Meisjes hielden vroeger altijd vaak verpleegkundigen. Toen waren we weer aan de andere kant. Van de operatiekamer. Moet je ook met, ik zou wel zeggen, dingen werken. Geen een uur opnemen, of een hondje smetten, of een beetje verbinden bij een hondje, of een bloes. Mooi bloed. Mooi bloed. Nou, daar is het over. Oh, dat ben ik al geweest daar. Ha! Dat was er ook al geweest. En toen waren we geloof ik alweer klaar. Ja, wat is daar? Dat is de ingang. Is dat de ingang? En daar ook dingen? Dat is de uitgang. Oh, oké. Dit is de ingang. Hier kwamen we net naar binnen. Ja, dat zien jullie. Touwtje ervoor met ingang. Ja, dat moet wel lukken. Ja. Ja, daar staat ook nog eens een keer ingang. Maar zou de eerste keer in jullie hoofd gevallen kijken, toch? Nee. Nou, hou mijn kanaal maar in de gaten. Corina met IE. Ik hoorde het, ja. En de beestenwolf. Oeh. Is wel mooi. Ja, gisteren waren we ook bij het carillon. Dat was ook mooi. Mijn dochter was met me mee. En die is toen bovenin geweest. En ook zij vlogt. Dus ze heeft ook het uitzicht even op de vlog gedaan. Ja, ik kan er niet in, helaas. Mooi gemaakt, hè? Ja, hè? Ja, ja, lieve vrienden. Een hero nog met medailles. En knopen, geloof ik. Dit zijn knopen, toch? Ja. Ja. Nou, en de heren onder mijn volgers, daarheen nog een scheerkorst. Ja, kennen jullie dat nog? Of kennen de jeugd dat? Bijzonder hoor, daarheen een scheermesje. Enkel er zit geen, denk ik, geen mesje meer in. Mooi hoor. Ja, hè? Jazeker. Nou.
Nou hoop ik dat het mij lukken gaat met een vreemde pen in mijn zere hand. Prachtig. Mooi. Zeer bijzonder. Ik zet mijn YouTube-kanaal eronder. Ja, is goed. Nou, alsjeblieft. Graag gedaan, dan moeten we er weer uit zien te komen. Uitgang. Ja, ja. Het valt mee, maar ja, als je wat mankeert, is toch voorzichtigheid geboden. Nou, leuk toch? We gaan verder even op zoek naar wat bijzonders. Ik was hier zelf nog nooit van mijn leven in geweest. Dit is de eerste keer. Ik heb er even tranen van. Ja, ik vind het zeer bijzonder dat ik dit heb mogen bekijken. Oké, er staat een donatiepot. Helaas heb ik geen geld daarvoor. Nee, ik moet zelf zuinig aandoen. Maar oké, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ik was ook nog ergens anders geweest, maar daar moet je reserveren om naar binnen te komen. Nou, dan zit er ook nog weer een prijskaartje eraan vast. Oké. En ik ben naar Cape Holland geweest en dan moet je ook reserveren. Dat helpt twee keer niks, nee. In plaats dat je dat in een krant of in een folder of wat dan ook zet, nee. Bij Carl-Jan hoefde ik ook niet te reserveren. Dus ja, hallo, waar zijn ze mee bezig? Doe even normaal. Het heeft allemaal met die corona te maken. Ik kan zo kwaad worden. Maar ja, oké, dat kan de pret niet drukken. Ja, ik zal zometeen even schoon water niet zitten wijzen. Ja. Maar we zijn in ieder geval weer thuis. En ik heb mijn koffie gemaakt. De Rijka was natuurlijk door het dolle heen. Ik heb al een telefoontje gehad in die tussentijd van Mary, die vroeg of ik nou was geweest, ja of nee. Ik zei ja, ik zei je had het gemist, want het was mooi. Tenminste wat gemist. Ik vond, ja, zij was ook geweest, maar ze kon het denk ik niet vinden. Nou ja, ik wel, want het was bekend waar het was, ja. En inderdaad, er waren vlaggen, er stonden mensen buiten. Nou ja, oké, dan weet je gelijk dat je daar mee moet wezen, ja toch? Maar in ieder geval, net dat Mary is geweest, was waarschijnlijk niks. Nee, want die mensen hebben pauze, daar moet je ook rekening mee houden. Hé, dat maar acht jaar, dan ziet ze de vlogs maar, dan kun ze ook genieten. Ja toch? En Rijka die ligt nou lekker op de bank te slapen. Die is even buiten geweest, in de tuin had ravotten geweest. En Eeuwen die springt nou op de vensterbank. En Kandalf hier is buiten. Ja, moet allemaal kunnen, dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga even een leuk filmpje op mijn mobiel kijken die ik binnen heb gekregen. Kijken wat dat is. En daarna zal ik proberen om hem te delen naar Facebook. En lekker een bakje koffie. Ja, en ik heb nog een bounty leggen, dacht ik, ergens. Somewhere. Ja, lekker een bounty erbij. Dus ja, dan de computer aan en dan zullen we weer aan het werk. Ja, ik moet weer films uitzoeken en ik moet dit in een speciale map zetten. Dus dat moet ook weg, want dit was van het historisch. Tenminste, nee, niet historisch weekend. Folder erbij. Open Monumentendag en ik maak er open Monumenten Weekend van aan de vlog. Ja. Of gewoon Open Monumentendag Den Helder 12 en 13 september. Voilà, heb ik het ook. Krijg een mooie naam gelijk. Ja toch?
Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Ik sluit bij deze, ondanks dat het nog hartstikke vroeg is, sluit ik wel weer af, want ik heb ontzettend veel te doen. En fijne middag nog, van wat er over verricht. Het is 15:41 en nog steeds op 13 september. En het is prachtig mooi weer, dat er ook nog even bij gemeld. En ja, het is dus nog wel vroeg, maar ik stop er wel mee. En ik zou zeggen, een heerlijke, fijne, liefdevolle namiddag. Voor vanavond smakelijk eten, bon appétit. En een hele mooie, liefdevolle avond erachteraan. En voor later wel rusten, slaap lekker. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan, lieve vrienden. Doei!